Hallo kijkers van Facebook, en leuk dat je een goed nieuwe video. Ik zijn vandaag samen met Olle. Hi. En ja, we gaan eventjes lekker dood azen. De visjes liggen er mooi bij. Dus dat is helemaal prima. Hier zo. Mooi korentje. Bloed zit er nog lekker aan, dus als dat gaat ontdooien in het water zometeen. We hebben een mooie surfsport inderdaad. Dus jongens, we gaan onze dingetjes inwerpen. Dan zien jullie wel eens. Ja. We hebben er een. De camera deed keer, dus we konden het niet echt goed filmen. Hij sprong net heel mooi omhoog. Hij sprong net omhoog, ja, maar... Ik zal even een mesje pakken. Even kijken. Deel, ik moet mijn hengel binnenhalen. Ja. Ga jij heel? Ja, hij is helemaal uitgedrild. Ik moet even zijn hengel binnenhalen. Ja, mooi visje. Heel mooi visje. Hij is niet groot, maar het is er wel een. Het was gewoon, ja, ploep, dobberonder. Ja, wel even die vis uit het net. We hebben de vis even in het net gedaan, te ontbooien. Hup. Ja. Nou, hij is... Oh! Die had je, hè? Die stond erop. Is het mooi? Lekker veel vis, hoor. En hebben ze. Lekker. Nou, het is nog wel mooi. Hij heeft wel een grappig vis, hoor. Leg hem op een haak. Nou, mooi is. Nog wel een mooie 60 euro. Ja, mooi 70 euro of zo. Ja, nou, oké. Even kijken waar hij zit, joh. Nou, oud. Hoe groot zou die zijn? 60, 70. Ja, misschien tikt hij net een 70 aan. Zit die diep? Die haak niet geslikt. Oh, pas op voor je handen. Even kijken. Nou, hier is hij dan. Waar zit de haakbil? Ja, deze. Ja, nou, ik heb gisteren, een paar dagen geleden, ik heb binnen 3 dagen 7 snoek gevangen. Maar ik heb snoek gehad. Die hadden de... Je moet je vingers even meer draaien. Meer naar je toe doen. Zeg maar de vingers. De vingers, meer naar je toe doen. Gewoon al je vingers erin. En de vingers goed naar je toe doen. Dan gaat de bek goed open. Okay, wij hebben. Ja, zo. We hebben snoeken gehad. Die hadden ook zin in een tang. Die hielden gewoon een paar minuten onze tang goed vast. Dat is niet fijn. Het is natuurlijk wel even. Even. Nou. Oh, lief. Ja, geen fotootje, we hebben... Ja, je hebt hem zeg maar op film. Anders gaat die haak er echt niet uit, hoor. Dan moet je vingers even... Oh. Oei, 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 oei. Deze moet gewoon teken. Ja. Ai. Geef even die tang. Dit is nou jammer. Dit komt omdat hij... Ja, oké, okay, deze zetten we gewoon meteen terug. Ja, snel terugzetten. Deze haak eruit. Oei. Nou, ja, film hem nog even. Ja, daar gaat hij dan. Boven de mooie boot. Ja, gezonken. Ligt hier mooi gezonken. Ja, ik ben hier aan. Oh, daar gaat Jochie. Ja, die gaat er alweer vandoor. Hè. Zit hier. Oh, ja, die is goed. Nou. De tactiek die wij toepassen hier ook, is een hele andere tactiek. Zeg maar, we vissen steeds een klein stukje af. Dan verplaatsen we weer een beetje. En dan gaan we dus met de stroming mee. En ja, zo probeer ik dus een beetje alles uit te vissen. En dat gaat tot nog toe heel erg goed. We gaan nog een half uurtje, uurtje ongeveer. En dan is het wel mooi geweest. Jullie gaan het zien en tot dan. Vis. Oh, is het goeie? Ja, we hebben vis. Volgens ons is het een goeie. Dan weet je dat het geen goeie is.
Waterfuck. Nou ja, we hebben nu toen dus de aanslag erop. Vis is vis. Vis is vis. Het is niet echt een bakbeest, zullen we maar zeggen. Hij is wel mooi, man. Hij is wel boven. Pak hem snel op net. Top. Dan loopt het strak. Dan moet je hem dichterbij brengen, hoor. Hij heeft niet zo'n hele goede conditie, zeg maar. Dit was hij opeens goed, hoor. Ja, hij knalde heel erg de lucht in. Dat was waarschijnlijk een klap. En deze vond hij echt heel mooi. Maar die andere kant aan de andere kant is, zit hij echt een zieke wond gewoon. Nou. Heerlijk. Top. Oh, nu wordt die ventje druk. Ja joh, had dat net even gedaan. Nou ja, hetzelfde voor me. Oh, maar die snoep die rolt zich er helemaal in, man. Even kijken. Hoe heb je dit gewoon zelf gedaan, man? Oh shit. Ja, deze hoef ik geen foto van te maken. Ik vind het zielig. Oh, wat kan er weer. Heb je niet iemand voor huis gedaan? Nee. Oh, no. Oh, dit is kut. Heeft er in het net weten te draaien? Ja, dat had ik dus een paar dagen geleden ook. Toen hebben we de dreg moeten knippen. Oh. Oh. Je hebt zo'n touwnet zeker? Nee, ik heb hem zelf genoeg. Ja, rustig. We zijn gewoon niet even rustig. We moeten wel goed zwemmen. Ik vind het chillig. Daar is een hele grote band. Deze kant is echt heel mooi. Ja, kijk, dat is echt heel mooi. Maar die andere deze kant. Hij is goed gepakt dan, hoor. Jij is een aanschoffer geweest. Ja. Dat was geen normaal visie. Nee, want dan moet je aan twee kanten wel. Nou. Ik ga even niet mijn hand in het water doen, want het is echt heel koud. Ja, het water is echt vriezen. Ja, hij gaat onder de boot. Nou, tot fijn. De volgende vis. Top! Jongens, dit is het materiaal waar we vissen. Als hengel zou ik een zeer stevige hengel pakken. Een goede rail of een goede karperhengel. Maar ja, karperhengel kan je ook een penhengeltje voor nemen. Maar gewoon een hengel die lekker stug is, zodat je er goed lekker aan slaat. Dan bovenaan als eerst een stuitje. We gebruiken trouwens gevlochten lijn. Dat we gelijk contact hebben met de vis. En dat werkt nu met een nylon. Dan een dobbertje. Je mag zelf uitkiezen naar aanleiding van de stroming. Als het bijna niet zo is, dan kan je 5 kussen afpakken. Als het heel erg stroomt, kan je 40 gram. Ook wel meenemen. Dan een stalen onderlijntje. Dat zien wij niet. Gewoon een goed stalen onderlijntje. Ja, dat hangt ook gewoon puur van je eigen keuze af. Doe je flexibel vissen, dan pak je een dunne. Dat was de camera. De camera was leeg, dus die was uitgevallen. Ja, we hebben geen vis meer gevallen, dus dat is prima. Dus ik zou zeggen, like en abonneer. Fijn te liken.